Alles goed? Ik dacht dat ik nog even had. Ik had net nog wijn besteld. Ik dacht, hey, even lekker landen. Maar klopt, werk aan de winkel. Gotta hit the ground running. Ik werd gevraagd of ik iets wilde voordragen. En dan denk ik van ja, natuurlijk voor de hand liggend wil je dan iets heel politieks, iets zeggen over wat vandaag is eigenlijk gebeurd en nog steeds, zoals wij zeggen, gaande is. Je wil ook iets zeggen over het klimaat waar we in leven. Maar ik dacht nee, want dat zou veel te makkelijk zijn. En waarschijnlijk zullen mensen hier staan die zullen, die echt, hoe zou je zeggen, in het midden van de spotlight hebben gezeten. Zij zullen vast wel gaan vertellen hoe het is gaan met die politiek. Al die mensen die moesten rennen, posters op plakken, die mij maar lastig bleef vallen. Op wie ga je stemmen? En als iemand dat vraagt, met een artikel 1 profiel, foto, dan weet je al van je wil geen ruzie, je bent toch pro-black, maar partij is niet pro-black, partij is pro-human. Nee. Dus ik dacht bij mezelf, laat me kijken, als het dicht is mijn taak om eigenlijk ons eigenlijk bepaalde richting op in te dienen of in ieder geval bepaalde dingen onder de aandacht te brengen. En ik dacht, we staan nu stil bij hier en nu, maar eigenlijk voor wie doen we het? Ik heb altijd geleerd, als je echt iets wil betekenen voor de samenleving, moet je opofferingsgezind zijn. Je moet echt vooruit kijken. Mensen vragen mij, hoe lang denk je dat het duurt dat Nederland gaat accepteren dat Zwarte Piet gewoon het beeld van blackface niet meer kan? En ik vertel die mensen, als we doorzetten, over 150 jaar. En die mensen worden, dan zeggen ze, nou, joh, ik ga weg, dit gaat niet lukken. Waarom? Omdat mensen willen in hun eigen leven, in hun eigen tijd willen ze straatnaam hebben. In hun eigen tijd willen ze dat ze geëerd worden. Als je, ze willen dat vandaag hier, nu, dat iedereen zijn schouderklopjes geeft en zegt, wat ben jij fantastisch. Daarvoor moeten we het niet doen. Als je echt veranderen wil, moet je even jezelf gewoon onzichtbaar maken. En je moet juist voorop zetten de toekomst, de mensen die morgen komen. Dus ik dacht van, voor wie doen we het? We doen het niet voor onszelf, want ik denk dat we ons veel redden of Nederland racistisch wil zijn of niet, of Nederland weg wil kijken of niet, of Nederland toelaat dat wij een ondemocratische partij meelaat doen aan een democratisch proces, kunnen we nog steeds ons best wel redden. Maar we weten niet of dat vanzelfsprekend is voor onze naasten of voor onze kinderen. Daarom moet je hier zijn en daarom moet je vandaag zeker je actief inzetten. Nou, zo kwam ik uit bij, ik doe het zeker. Ik zeg altijd, ik neem mijn dochtertje als voorbeeld, maar dat betekent haar hele generatie. En dus als ik zeg mijn dochtertje, bedoel ik echt niet, is niet selfish van alleen mijn kind. Ik bedoel alle kinderen. En ik heb een gedicht voor haar geschreven. Het is niet eens voor haar. Zij heeft mij een verhaal verteld. En haar door te laten zien, en dat heb ik opgeschreven. Ik was met haar, ze was jaar of 3 in de speeltuin en ik keek naar haar. En we waren in de speeltuin en ze was aan het spelen. En vanzelf kwam de volgende woorden die ik tot jullie ga richten. En ik dacht, als we voor de kinderen doen, dan is het ook mooi om nu even bij stil te staan. Hoe makkelijk zij met dingen omgaan. Ik weet zeker als kinderen in de Tweede Kamer zaten, behalve dat we dan elke dag McDonald's moeten eten, maar we zouden minder ruzie maken. Gedicht die ik voor haar heb geschreven is Onbevangen. En ik denk dat jullie allemaal ook wel, als ik zeker kijk naar jullie partij, als ik doe, 1 is zeker onbevangen. Mensen echt, wow, echt zoveel mensen. Mensen zeggen tegen mij, ja maar, ik weet niet of ik Stefano moet vertrouwen of niet. En dan zeg ik 2 dingen. Allereerst, dit wil ik nog even zeggen, gedicht is kort, dus ik neem jullie tijd niet. Ik zeg, als Stefano is een zwarte vrouw die op haar manier ze heeft gemaakt en ze was in de witte wereld meer dan welkom, was er een rode loper voor haar op een gegeven moment, je mag overal zitten. Nou, stel je voor dat zij gewoon op een gegeven moment gewoon
ja, niet meer nutteloos was. Dat niet meer men haar niet meer kon gebruiken of haar kon missen als kiespijn. Dat ze zeiden van, ga weg. En stel je voor, dan kwam ze naar haar gemeenschap. En zei, oh ja, ik ben met jullie, weet jullie nog? En dan had ik gezegd, tuurlijk, je bent mijn zuster, je bent welkom. Maar zo in ondernemen zou ik niet snel haar willen erin steunen. Maar dit is een vrouw die opkwam voor wat wij willen dat iedereen in Nederland voor opkomt. Wanneer bepaalde opmerkingen worden gemaakt, wanneer weg wordt gekeken, dat je iets van zegt. Ze hadden ook kunnen zeggen, hey, ik kan hier gewoon mijn werk behouden. Ik kan altijd aanschrijven bij de Wereld Draait Door. Waarom zou ik een risico nemen? Ze nam een risico en daarom zijn we hier. En dan, voor zo iemand, ik vertrouw liever zo iemand. Yeah. Ik vertrouw liever.